Ja, kijk even waar ik ben, jongens, hier. Ja, kijk. Hop. Ja. Bij de superboeren, hier, in Doetinchem. Vijverberg. Ja, ik heb afspraak met trainer, met Henk Jong. Kijk, als het goed is, dan komen ze een beetje... Kijk, kijk, kijk. Ze komen terug van de training. Hey. Hey, mannen. Hoe is het, man? Hoe is het, mannen? Ja, rustig toch. Alles goed? Ja, toch. Hey. De Graafschap heeft net getraind, je ziet het. Ja, hey, toch, Harry. Zijn we er klaar voor? Je weet toch hoe we het gaan doen. Zijn we klaar voor zondag hier? Ja, topper. Met jou gaat het wel lukken, hoor. Ja? 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 Met jou gaat het wel lukken. Zijn we er klaar voor? Altijd, voor altijd, Harry. Altijd. Hey, joh. Ja. Ja. Oké, okay, dan. We houden van je, Harry. Yo. Hier moet Feyenoord zondag spelen, hè? Daar komt hij aan. Daar is hij, hoor, de trainer. Harry, ik wil mee, de one and only. Hoe is het, man? Goed, jongen. Gaat het goed, jongen? Ja, gaat goed. Mooi weer te zien. Ja? Mooi weer te zien, man. Ja. Ja, we gaan eens even het stadion in. Ja. Laat mij eens even... Ja, laat. Ja. Ah, hier is het kappen. Ja, gaan we dan. Dus een maatje. Hoi. Hoi. Nou. Kijk, hij loopt eerst naar het gras toe, hoor. Daar is hij trots op, hoor. Nee. Daar is hij trots op het gras. Ja, vind ik mooi, hè? Ja? Ik heb er alles aan gedaan. Kijk, we mogen er niet op houden, maar wij gaan erop, hè. Zie je? Blief van het gras, hè. Kijk, het staat erop, hè? Ja, we gaan erop gesprekken. Ja, blief van het gras af. Ja, je mag hier dus niet op het gras komen bij de gras. Mag het erop? Mag ik erop? Kom, ja, jij wel. Kom hier. Ja. Kom maar mee. Nou. Dan moet je kijken. Mooi. Ja, wat een veldje, man. Daar ben ik trots op. Ja? Trots op miljoen op de mensen hier. Die zijn hier elke dag mee bezig. Maar het is door die hitte. Het is gewoon heel lastig, hè? Nou, maar het ziet er echt groen uit hier, hè? Het is echt fantastisch voor elkaar. Er moet nu regen komen, want anders wordt het minder. Maar ja. Dit is fantastisch. Moet je kijken. Dus hier kan Feyenoord mooi voetballen uit tegen ons, hè? Want ik hoorde iemand zeggen van ja, wij zouden hier nooit op kunstgras kunnen spelen. Nee, dat hoort niet bij deze club. Dat hoort niet bij de Graafschap, nee, hè? Dit is een superboer die speelt niet op, het zegt het al, de boer speelt niet op kunstgras. En dat hebben ze ook niet in het weiland liggen hier, kunstgras. Dus dat vreten die koeien niet. Nee, dat is gewoon echt gras, geen bloem. Echt gras. Ja, maar dat is mooi, hoor. Laat even zien waar Feyenoord komt te zitten dan. Wat voor kleedkamer krijgen die dan? Drang, genieten samen. Dat zijn de kernwaarden van de club. Trots, eerlijk, drang, genieten samen. En drang is een bepaalde manier van spelen. En er moet wat gebeuren hier, anders vinden ze er niks aan. Nee? Nee, vinden mensen niks aan. Gewoon, je moet knallen hier. Dat is nu de belofte. Maar hier zit Feyenoord. Oh, Feyenoord komt hier te hier zitten. Hier komt Feyenoord te zitten. Hier komt Feyenoord te zitten. Ja. Nou, let op Feyenoord, dit is jullie kleedkamer dan. Ik denk dat ze hier wel bang voor zullen worden als ze hierin komen, hè? Ja. Dat ziet er even goed uit. Ja, dit is mooi. Ja, dit zijn we trots op. Let op, kantoor van... Kijk, daar zit hij, hoor. Wat gaat het worden dan? Ja, wij moeten hier, als we een goede start hebben, ja. dan moeten we mee kunnen voetballen. Maar Feyenoord is een hele geroutineerde ploeg, hè, ja. Vind ik. Het is, ja. Ik denk dat een outsider voor de titel is, omdat ze... Toch wel, ja. Ja, maar, ja. Als je ziet hoe ze van de week tegen PSV spelen, gewoon in het Eindhovenstadion, in het PSV-stadion. Ja. Gewoon eigenlijk zonder problemen, geroutineerd, een wedstrijd uitspelen en gewoon met pengels die cup pakken. Ja. Ja, dit is gewoon een goede ploeg. En ik weet dat het heel lastig wordt. Maar als we er maar wat van maken voor onze supporters. En het gaat om de punten. Hè? We spelen niet meer voor Piet Snot natuurlijk. Nee, precies. Maar iedereen heeft toch... Kijk, in Rotterdam knijpen ze hem toch? Ja, natuurlijk. Ja, want ze denken toch, dat gaat ons een puntje kosten. Ja, nou, ik hoop het. Als dat zo zijn, dan loop ik wel even Polonaise Doetinchem samen. Ja? Ja. Maar dat zou leuk zijn. Het zou leuk zijn als we het heel goed doen. Heel goed doen. Mooie wedstrijd voor het publiek, voor iedereen. Ja. Dan starten we goed. Dan zitten we in een swing. En de uitslag, nou, dat zien we dan wel. Maar we moeten het goed doen. Ik hoop dat we winnen. Ja. Ja, natuurlijk hoop dat we winnen. Gewoon een droge 1-0. Ja, dat zou fantastisch zijn. Hoekschop. Nee, ik hoop dat we winnen. Kopbal, 83e minuut. Ja. Boom. Ja, nou, dan zou ik heel blij worden. Ja? Ja, wat denk jij dan? Dat kan zomaar. Ja, maar alles kan. Goed, nou, zeg even wat tegen de aanhang van... Je eigen aanhang, laten we daar eens mee beginnen. Ja,
allemaal weer aanwezig zondag. Maar misschien nog wel belangrijker, de weken daarna, of alle wedstrijden daarna, ook tegen niet Feyenoord, Ajax, PSV, gewoon ook er zijn. Want dat is misschien nog wel veel belangrijker. Oké, dat is eigen aanhang. En wat zeg je tegen de jongens in Rotterdam? Ja, welkom hier. En ik hoor dat er ook een sfeeractie is van de Feyenoord supporters. Nou, van harte welkom hier en tot zondag.